Eagle Eye Cherry met Save Tonight. Als er nou een nieuw type wordt geïntroduceerd, dan moet er natuurlijk bij jullie van alles aan voorbereidingen plaatsvinden. Hoe ziet dat eruit? Een nieuw model kondigt zich misschien nog wel eerder aan in de media dan dat wij dat van Toyota horen. dat is apart. Ja, een scoop van Autovisie, Autoweek, ja, noem ze maar op. Ja. Ze staan met camera's bij de fabrikanten dat er weer zo'n bestikkende auto naar buiten rijdt. Ja. Eens in de zoveel tijd krijgen wij best wel een beetje een blik in de toekomst. Wij hebben een Europese dealerbijeenkomst gehad. Dat was in februari in Berlijn deze keer. En dan word je toch allemaal toch even bij elkaar gehaald. En dan gaan de tribunes in een grote hal. En dan gaan ook de ramen en deuren dicht. Want er komt ook het een en ander aan modellen voorbij rijden. Van dit gaan wij in de toekomst uitrollen. Hm. Dat is allemaal heel kort. Je mag ook geen foto's maken. Telefoons inleveren. Allemaal strikt en streng. Ja. Om het extra spannend te maken natuurlijk. Maar goed, als zo'n model dan dichterbij gaat komen. En dan heb je bijvoorbeeld de officiële persintroductie. Kunnen ze ermee rijden. Maar tegelijkertijd worden wij ook klaargestoomd. De technici moeten de afleveringskeuring goed kunnen doen natuurlijk. Ja. Dus die zullen het model moeten kunnen. Ja, bijvoorbeeld. Hè, en ook de serviceadviseurs moeten de auto goed kennen. En wat dacht je van het verkoopteam? Voordat die in de werkplaats komt, moeten ze eerst nog maar eens verkocht worden. Duidelijk. Dus ook daar ga je dan... de concurrentie wordt geanalyseerd. Het model zelf, sterke punten waarin kun je scoren. We worden eigenlijk allemaal naar de importeur gehaald. Die hebben echt een eigen trainingsfaciliteit. Top voor elkaar daar. En dan hebben we aan de ene kant een dagje uit. Hè, want het is eventjes uit je werk van alle dag. Maar dan word je daar eventjes weer helemaal geprikkeld. En af en toe een beetje gebrainwashed in merkbeleving. Om weer vol frisse energie met onder andere dat model verder te gaan. Dat doen ze daar echt wel heel, heel mooi. Maar jullie hebben ook qua zeg maar zero emission target of zo, hè? Ja, dat doel heeft ons merk zich al jaren geleden gesteld. Hybride is daar een super instrument in. Waar we aanvankelijk best wel, kun je wel zeggen, zijn uitgelachen door menig concurrent. Is het inmiddels zo dat iedere andere concurrent heeft hem. En proberen die achterstand die er is in te halen. Hybride is zo mooi omdat het, het blijkt heel erg betrouwbaar te zijn en zuinig te zijn. Maar het is vooral, je kunt het combineren met alles. Waar het op dit moment bij ons merk vooral met benzine wordt gecombineerd. Kun je dat in de toekomst ook met waterstof combineren. Een batterij en een elektromotor kun je er altijd bij zetten. En de remenergie die vrijkomt bij de vertraging, kun je altijd opslaan. Dat is altijd gratis. Ja. En, dus hybride is een blijvertje? De hybride is sowieso een blijvertje. Ja. Omdat het niet alleen maar met fossiele brandstof hoeft. Alleen de hoofdkrachtbron die zal dan richting waterstof moeten. Ja. Toyota zet daar ook volop in. De volledig elektrische auto zien wij niet zo zitten. En ons merk ook niet. De volledige elektrische auto, die heeft twee nadelen. De actieradius is kort en het laden is te lang. Zolang de accu's nog niet krachtig zijn. En daar ontwikkelt zich ook best wel wat in. Maar daar zie ik niet echt een toekomst in voor buiten de stad, laat ik het zo zeggen. Nou, ik geloof wel dat er zijn technologieën in ook Israël waarin accu's al qua duur verdubbeld worden en qua oplaadtijd nog een fractie wordt. Dus dat gaat toch ook natuurlijk de een en ander van. Nou, actieradius zal niet zo zijn zoals wij als gewend zijn. Hè? Ja. Je wil de tank in mun van tijd volgorde en je wil weer verder. En dat kan met waterstof straks wel. Ons merk heeft hem ook al. Hij gaat ook komen. Alleen wij zijn daar nog niet als eerste land bij. Oké. We gaan naar het volgende nummer luisteren. Hier komt Coldplay met Viva La Vida.